Wat is de wijk Zevenhuizen voor wijk? Die vraag proberen twee journalisten van Omroep Gelderland het komend half jaar te beantwoorden. Wekelijks maken ze radio en tv vanuit deze studio aan de Gentiaanstraat. Hey, straks naar die asset solitude van Don Bosco. Wat wil je precies van hem weten? Nou, ik denk dat vooral van hem willen weten wat hij doet. Wat doet hij in de wijk? Wat doen ze in dat jongerencentrum? En bereiken ze ook iets met dat jongerencentrum natuurlijk? Want dat is op zich ook wel interessant om te weten. Dus dit is Studio Zevenhuizen? Ja, hier gebeurt het allemaal. Hier maken we onze radioprogramma's, hier maken we onze tv-programma's. Hier vandaan zenden wij uit. Elke maandagavond op Radio Gelderland. Wij gaan hier het komende half jaar wonen en werken in Zevenhuizen, wijk in Apeldoorn, die vanuit de provincie geld krijgt om zo Zevenhuizen leefbaarder te maken. Is dat nodig, Zevenhuizen leefbaarder maken? Wij zitten hier nog maar net. Echte indruk heb ik daar nog niet van. Maar de eerste dingen, in de eerste gesprekken die je hebt al met de bewoners, hoor je wel dat er verschillende dingen verbeterd kunnen worden en dat ook al gebeurt. En we zullen dan eerst even die straatinterviews gaan doen. Ja, dat is goed. Meneer, als ik tegen u zeg Zevenhuizen, hoe staat die wijk? Heel bekend. Hoe staat die wijk bij u bekend? Nou, ik ben hier geboren en getogen in aan de Hoge Brink. Dus, hoe is het nou zo dicht op de wijkbewoners zitten? Ja, heel apart. Ik moet zeggen dat ik zo'n wijk niet echt ken, zeg maar. Ook vanuit mijn jeugd niet. En dus het is op zich best spannend. En ik denk ook zeker leerzaam. Je leert dus een heel andere wijk kennen. Andere mensen. En interessant en leuk. Nou, hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan. Okay. Jongelui. Tot ziens. Je moet echt een team zijn voor dit. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Als je het niet met elkaar kan vinden, dan kun je het vergeten. En ja, de hele week hard werken? Of is er ook nog wel tijd voor wat ontspanning? Nou, die ruimte vinden we wel om af en toe op de bank te zitten, voetjes op de tafel. Ja? Heb je ook al een goede buurtkroeg weten te vinden in Zevenhuizen? Nou, hij zit er wel. We zijn er nog niet zo lang, dus we zijn er nog niet geweest. Maar gaan we vast ook nog een keertje kijken.